Zeg, Dio, we zitten wel op het mak, maar zijn we mal gesproken voor de opening? Ja, maar natuurlijk, Fred. En ik neem jullie heel graag met me mee. Ik zou zeggen, geniet ervan. We appreciëren iedereen zijn hulp en bijdrage afgelopen periode. Wat vertellen over jezelf? Ik ben Sander, Cardiax. Ik ben DJ en ik doe graffiti. En sinds kort doe ik ook 3D animatie en VFX bij de Grom Studio. Wat vind je eigenlijk van de open dag tot nu toe? Naast dat het druk is. Het is wel fucking gezellig. Veel nieuwe mensen. Ja, ja. Heerlijk. Heerlijk. Lovely. Oh, lovely. Yeah! Hallo Benny, wat vind je van de open dag? Niemand heeft mij nog gevonden, hè? Iedereen is op zoek naar me. Oh, Benny. Ik hou wel van je, hoor. Wij zijn hier met... Jean-Pierre Bazelu. En wat heb jij hier gedaan met Brusteram? Van alles. Ik heb onder andere meeontworpen aan de bioscoop. We hebben dat samen met al de rest eigenlijk gebouwd. Het is een heel tof project. En toen is dit tot stand gekomen. Ja, de rand was ook een heel gedoe. We wouden een soort rand. En daar kunnen dan steeds lettertjes in. Dus de namen van degene die in Brusteram films komen maken. Ik vind zelf de cinema echt het prachtpaaltje van Brusteram eigenlijk. Het is echt een eyecatcher. Super tof. Ja, dank je. We hopen nog veel van je te gaan zien in de toekomst. Nou, dank je. Dat komt zeker goed. Dat denk ik ook wel. Hey! Ah! Met wie ben ik vandaag? Nou, je bent hier met Lynn, illustrator en animator van Brusteram. En Jenna, ook animator en illustrator, stop motion, mixed media inderdaad. Wat zie ik hier eigenlijk allemaal? Nou, je ziet hier onze set van onze piraat. Onze eerste animatiereel, waar we dus al onze toffe projecten allemaal bij elkaar bundelen en het verhaal vertellen van Grom Animatie. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat we hier bij Brusteram dus een podium hebben om onze werken dus te tonen en dus samen te werken met elkaar. Daardoor hoop ik ook gewoon dat we in de toekomst meer toffe projecten gaan maken. Gewoon meer. Bier! Fred, ja. Het is weer tijd, hè? Je hebt nog een project voltooid, of niet? Ja, de grepkraan is klaar, net op tijd. Ik heb er om 11 uur vandaag de finale code opgezet. Normaal gezien was het een officiële besturing, maar die werkt niet meer. Dus ik heb volledig zelf met een Arduino een nieuwe besturing gemaakt. Het was het één probleem en dan was dat probleem opgelost en dan kwam er wel een ander probleem. Of dan werkte dat en dan deed ik een langere kabel en dat werkte er niet. Dus het was... Het is net film maken, hè? Ja, maar dan nog erger, denk ik. Try and error. En het leerproces was eigenlijk het leukste. Echt heel tof. Wie is eigenlijk nu die stem van Try Again? Ja, dat moet ik eigenlijk bekennen. Als je ooit op een kermis komt en je hoort het woord Try Again, dat is mijn stem. Ik ga dus heel de wereld rond zonder dat iemand het weet. Ja, maar nu weet iedereen het. Bijna iedereen. Zijn we hier allemaal aan het doen? Het gillen. Ja, eigenlijk de voorbereidende fase aan het gillen. We zijn zorgen dat de kamado's goed op temperatuur zijn. Kamado's vanuit Terneuzen, dus Zeeuws-Vlaams represented. Japanse stijl. We gaan vandaag een aantal lekkere gerechts maken voor onze inwoners. Want die willen natuurlijk even goed in de watten leggen voor alles wat ze voor ons betekend hebben. Om ons daarvoor te bedanken. Dus dat gaan we lekker doen de komende uren. Super tof hoor. Ik ga nou ribben met mijn zijn vork eten. Ja.
Ik ben hier met... Joost. Joost wie? Kulze. Waar zijn we, Joost? Chinatown. Wat kan je hier allemaal doen? Lekker spelletjes spelen met Tetris op een oude soort computer. Oh, dit gaat niet goed, hè? Dit gaat verschrikkelijk. Ik denk dat je maar bij film maken moet blijven, man. Lekker Tetris. Hey Jesper, hoe voelt het nou om stagiair te zijn? Ja, stagiair lopen bij Brutserdam, dat is echt top gewoon. Ik kan gewoon helemaal mijn eigen ding doen. En ik zit hier gewoon op mijn gemak. Leuke begeleiding. Van alle aspecten. Dus van alles te doen hier. Dat is echt top. Heb je ook nog toekomstplannen in Brutserdam? Ja, na mijn stage denk ik dat ik hier zeker nog wel terug ga komen. No! Om gewoon mezelf nog verder te kunnen ontwikkelen. Nou, dat was het interview met Jesper. En op naar de volgende. Heel erg bedankt namens heel team Brut voor het steunen van dit project. Als Brutserdammers onder elkaar moeten we elkaar een beetje in de gaten houden. Hè? Proficiat. Onze jongste tellen geweldig upjes zijn. Fuck off! Hey Kevin! Hey! Wat een project, hè? Ja, zeker. Kan je wat zeggen? Hey, kun je me er wat meer over vertellen? Nou, mijn naam is Kevin Kaboor en ik ben ontwerper van Wonderlijke Dingen. Ze gingen een toiletketen kopen en die wilden ze ombouwen tot een heel tof ding. Ja, je kijkt eigenlijk naar één groot gek. Het is een beetje geïnspireerd op de Yellow Submarine. Hè, dat kan je wel zien aan de kleur, maar ook de vormgeving. Ik hou heel erg van ronde en vrolijke vormen. Dus dat moet het voor mij hebben. Het moest echt wel impact maken als je het ziet voor de eerste keer. En er moeten ook gewoon gekke dingetjes in zitten. Dus dat creëren natuurlijk met licht, met vorm, met magische stukken. Ik wil altijd dat mensen zich verwonderen en blij worden eigenlijk van het werk dat ze zien. Kleine grapjes, die zitten hier ook al wel in, net als de wc-borstels. Een leuk grappig handje is geworden, zeg maar. Die is hier roze en bij die andere is die blauw. En de toiletbril, waar mijn logootje in verwerkt zit. Hier weer in het roze, andere kant weer in het blauw. Ik denk dat dit de eerste keer is dat er een urinoir in een roze kamer staat. Ja, dat denk ik ook. Plus, wat ik zelf altijd heel graag al een keer wilde doen. Ik wil een keer staan plassen zonder mijn handen te gebruiken. Dus vandaar dat er nu een paar beugels voorzien zijn. En dan kan je dat gewoon proberen. Veiligheid voorop, jongens. Zeker. Veiligheid voorop. En dan hebben we hier ook weer zo'n batterijspoort gecreëerd. Met een hele mooie techniek erin. Waar driedimensionale beelden, nu het logo van jullie en van mij, zeg maar, mooi lopen te schitteren. Maar daar kunnen allemaal verschillende beelden op geprojecteerd worden. Nou Kevin, super bedankt. Ik denk dat we nog veel van jou gaan zien. Ik hoop het, man. Kom goed. Ik hoop het. Kom goed. Thanks. Super. Yes. Hij staat erop, jongens. We hebben ook momenteel een punt bereikt dat mensen het echt zijn gaan zien als een stad. Een plek waar je elkaar kunt tegenkomen en ontmoeten. Een thuishaven voor creativiteit, innovatie en verbinding. Een plek waar ideeën kunnen bloeien en waar mensen van verschillende niveaus samenkomen om iets bijzonders te creëren. Vandaag zetten we de eerste stap op een reis die filmmakend Zeeland en Vlaanderen zal versterken. Laten we vanavond vol enthousiasme uitkijken naar wat nog komen gaat, want wij staan open voor alles. Nou, we mogen hierbij ook nog een hele speciale gast ontvangen. Wie bent u? Ik ben Joannes de Bat en ik ben gedeputeerde van onder andere cultuur van de provincie Zeeland. En wat is de betrekking van u en de studio? En wat gaat er gebeuren straks met de open dag? Nou, ik ben gelukkig al een paar keer eerder hier geweest. Rutger Jan heeft me al een keer eerder rondgeleid en alles laten zien wat er hier allemaal gebeurt. En voor ons als provincie is het mooi dat jonge gasten iets opzetten. En vooral het ondersteunen van makers. Hè. Jongeren die iets willen gaan doen vanuit Zeeland. Dat is heel belangrijk. En als we dat kunnen steunen, zullen we dat doen. Dus als provincie willen we die makers en producenten een plek geven. En jullie moeten als makers en producenten de kans krijgen om dat ook te gaan doen. En die kans, die krijgen jullie. Want deze plek is natuurlijk echt fantastisch. Nou ja, we hebben een hele mooie provincie waar natuurlijk het landschap op zich al decor is. Hè? Dus je kunt in Zeeland al heel mooie films maken.
Maar er kan natuurlijk nog heel veel meer. En als je dan zo'n locatie als hier om weet te zetten tot een hele grote studio en ook gewoon hele bekende namen hierheen weet te halen om mooie films te maken, dan doe je het goed. En ik hoop ook dat dat heel groot gaat worden. Je bent vanaf nu officieel een Brutsedammer. Een grote momentje. Officieel. Open. Zo. En nou gaan we het maken. Goedenavond, we zijn nog steeds bij de opening van Brutsedammer. Ja.